Piet van Montfort, waarvan ik de afkorting eventjes achterwege laat, namelijk Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Panningen. Zeg ik het goed, ja, Piet? Klopt, okay. Helemaal. En Pim Jansen, welkom van de dorpsontmoeting. Beiden zijn jullie voorzitter. Ja. Voormannen. Ja. Piet, allereerst een goede voorman, waar moet hij aan voldoen? Ja, hij moet betrokken zijn bij de gemeenschap. Ja, hij moet toch iets extra's doen. Hij moet kar trekken. Ja, contact met de gemeente, want daar heb je in dit geval heel veel nodig. Ja. Ja, heel veelzijdig. Ja. Ja, dezelfde vraag kan ik dan aan jou stellen. We mogen elkaar tutoriëren? Ja, ja. Tuurlijk. Okay. Pim, zeg het maar. Nou, voor ons geldt inderdaad ook een bestuur. We hebben alleen een klein bestuur, maar als bestuur zijnde hebben we de taken verdeeld. En dan krijg je dus voorzitter inderdaad dat je dus de algemene zaken bespreekt met onze instanties. En we hebben dan nog een hele goede dame in ons midden, die is secretaresse en penningmeester. En die zorgt dat alles in orde blijft wat betreft het secretariaat en de financiën. Ja. Dus is eigenlijk wat weinig. Dus ik wil eigenlijk een beetje de oproep doen vanaf deze zijde. Als er mensen binnen de gemeente Panningen zijn die dus zich toch een beetje geroepen voelen om ons te komen ondersteunen, zouden we dat zeer op prijs stellen. Want twee personen is eigenlijk te min voor een bestuur. Kijk, die oproep hebben we inmiddels gedaan. Dank. En misschien loopt het storm. Even over de Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Panningen. Dat is nog niet zo'n oude stichting, hè? Nee, wat houdt het in? Klopt inderdaad. We zijn opgericht mei 2019. Ik ben al eerder gestart met aan te geven dat we de huishoudelijke hulp in Panningen op wilden starten. Mm-hmm. Maar formeel 2019 in mei is de stichting opgericht. Vooral voor het opzetten hier van de huishoudelijke hulp in Panningen. In bijna alle kernen was dat al. Mm-hmm. Dat naar de gemeenschap getrokken is. In Panningen was dat nog niet. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken om dat hier ook te gaan doen. Niet alleen, want dat kan niet. Met een paar mensen nog. In september is een dorpsondersteuner aangenomen. Mm-hmm. Die is begonnen met bezoeken van de zorgvragers. Ja. Zijn dat die beroemde keukentafelgesprekken? Inderdaad. Maar dan wat voorheen de gemeente deed, is nu in een kleiner keukentafeltje, zeg maar. Iets makkelijker omgeving. Ja. Waarvan wij zeggen dat de hulp niet zoals dat voorheen was, dat je nog 3 maanden moet wachten op hulp, maar dat we binnen een paar weken de hulp geregeld hebben voor de mensen. Ja. En dan de dorpsontmoeting, voor mensen die dat niet weten, omdat ze denken van wat houdt dat eigenlijk precies in? Ja, de dorpsontmoeting bestaat wel al veel langer. Mm-hmm. Veel kernen zijn al in 2003 gestart. Wij zijn een beetje voortgeëpt nog op de Wietel. En in 2014 is de stichting opgericht, met vrijwilligers ook allemaal. En sindsdien worden door vrijwilligers helemaal bestuurd, de dorpsontmoeting. Eerste instantie waren het allemaal mensen met een medische indicatie die daar terecht konden. Maar dat is sinds 2017 is dat veranderd en zijn we eigenlijk van de zorg naar het welzijn gebeuren gegaan. En in dat welzijn is dus een andere insteek als de zorg, waarin je dus echt met mensen hebt te doen die dus toch een ziekte meestal hebben. Ja. En dat is dus nu dus een beetje verplaatst naar de boerderijen, de zorgboerderijen en de dagopvang die dus nog wel bestaat. Dus. Ja. Kijk, sommigen zeggen we zitten er nog middenin, anderen zeggen we kruipen er langzaam uit. Het aantal besmettingen neemt af, het aantal doden neemt af als het gaat om corona. Hoe komen jullie hier uit deze periode? Nou, dus het is voor voor de hulp in de huishouding natuurlijk vaak wel moeilijk. Je komt toch bij mensen, je komt toch bij de kwetsbare groep mensen. Maar zover als wij doorgekregen hebben, is het redelijk allemaal dat de mensen zorg gehad hebben. Er zijn er natuurlijk bij die zelf bang zijn in principe, die geen zorg wilden. Er zijn ook mensen bij die een bepaalde verschijning hadden waardoor geen zorg verleend is. Ja. Onze dorpsondersteuner Mia Ewals
Die heeft in die tijd met alle mensen contact gehouden. En schrik niet, het zijn 240 zorgvragers in Panningen op dit moment. Dus is dat veel? Dat is behoorlijk veel, ja. Want we zijn begonnen vanaf september met 185. En we zitten nu inmiddels op 240 zorgvragers. Maar als je in die tijd 240 zorgvragers moet bellen en vragen hoe het gaat, en je moet dan nog een keer terugbellen omdat je weet dat het misschien ergens een probleem is. Van die 240 heeft ze er 8 doorverwezen naar het maatschappelijk werk. Wat eigenlijk toch zo'n grote problemen waren dat zij het niet vertrouwden. Dan is het voor haar in ieder geval hectisch geweest. Voor ons is dat minder. We hebben niet kunnen vergaderen. We hebben niet die dingen kunnen doen die we graag zouden doen. Mm-hmm. Maar voor dorpsondersteuners is het best een heftige periode geweest. Ja. Ja. Maar zijn er relatief gezien weinig mensen onder de radar gebleven dat die niet zichtbaar zijn geweest? Van de hulpvragers niet. Nee, want dorpsondersteuner heeft met iedereen contact gehad. Ja, ja. Ja. En als ze het dan niet willen vertellen, ja. Maar zij heeft meestal snel in de gaten of iemand hulp nodig, extra hulp nodig heeft of niet. Is het dan een voordeel als er zoiets gebeurt in de maatschappij, dat je in een soort hechte gemeenschap woont, waardoor iedereen toch wel een beetje in beeld blijft? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het zeker een voordeel is, want ik zie niet dat... Met alle respect voor de ambtenaren van de gemeente, dat die gaan bellen naar alle zorgvragers om te kijken hoe het gaat. Mm. Zij is er heel bedreven in en heel kundig in. Dus, ik denk wel dat het beter is en korter is in een gemeenschap als dat het eigenlijk in een heel pelemaas door één organisatie geregeld zou worden. Mm-hmm. En hoe komen jullie eruit, uit die coronatijd? Want het was natuurlijk een tijd dat ook heel veel vrijwilligers ook niet mee konden helpen, omdat zij tot de risicogroep behoorden. Ja, precies. Het is inderdaad zo dat wij eigenlijk van de een op de andere dag de deuren moesten sluiten. En het was inderdaad toch met mensen die dit als een prettige ervaring hadden, hè, de dagelijkse opvang. Want er zijn er bij die komen 2-3 keer in de week, komen ze naar de dagontmoeting. Maar die vrijwilligers, idem dito, want zij moesten van het ene moment op de andere weg hun vrijwillige arbeid neerleggen. Mm-hmm. En we merken nu inderdaad dat het ook de risicogroep is, de vrijwilligers, want het zijn toch vaak mensen van boven de 70 die hulp, die vrijwilligerswerk doen. En deze mensen nu met de opstart, we zijn deze week begonnen, 8 juni, mochten we dus weer terecht in het gemeenschapshuis en dan zijn we gestart. En ja, op een gegeven moment werd aan iedereen gevraagd van, willen jullie opstarten? Maar er zijn er in feite maar 5 en dat was precies genoeg om iedere dag een vrijwilliger hebben. We hebben 5 dagdelen dat wij aanwezig zijn. Mm-hmm. En dus was precies genoeg om een vrijwilliger op die groep neer te zetten. Ja, en voor de mensen zelf, voor onze gasten. Ja, dat is natuurlijk een helse leven geweest als je zo bekijkt. Want ze hadden echt mooi een daginvulling die plotsklaps van de een moment naar het andere moment wegviel. Mm-hmm. En toen dat eenmaal weggevallen is, moet ik eerlijk zeggen, ja, en dan krijg je dan toch de vrijwilligers, maar ook onze coaches, die mag ik zeker niet vergeten, 2 beroepskrachten, mm-hmm. die hebben iedere week gebeld naar die gasten en gevraagd, hoe is het met jullie? Met de ondersteuning van de vrijwilligers. Dus men is eigenlijk als vrijwilliger en als coaches toch gewoon doorgegaan met het hele verhaal en belde iedere keer of ze gingen iets bakken, wafels, en brachten ze dan de deur, kaartjes maken, brachten ze of verstuurden ze. Nee, dus echt in die periode wel zo geweest dat ze heel hard gewerkt hebben. Alleen ja, de mensen, de gasten waar wij eigenlijk voor zijn, die hadden een niet zo prettige ervaring erin. Mm-hmm. En dat merk je nu, we dus weer de 8 juni gestart zijn, dat er dus ook veel ouderen zijn en die toch nog de angst hebben van, ja, ik kom nog maar niet. Dus we krijgen inderdaad toch ook nog veel mensen die dus thuis zitten en proberen te bewegen. Maar ja, je kunt ze niet verplichten, want het is hun keuze. Ja. Maar op zich ook begrijpelijk natuurlijk dat zij heel bang zijn, want er is niet niks gebeurd. Nee, precies. Maar de mensen die wel komen, ja, zijn die niet ontiegelijk opgelucht? Ja, je merkt dat de mensen die nu komen, dat ze echt verheugd zijn, dat ze weer, alhoewel het wel een heel klein actievariëteit heeft van wat we normaal op een hele dag doen,
hebben we het ook genoemd een koffiebijeenkomst. Dus niet dat we zeggen, de hele dag wordt daar voor jullie wat gedaan. Nee, ze komen 1,5 tot 2 uur. En dat wordt dan met gesprekken onder elkaar, om zo weer een beetje de actualiteiten te zien en te horen. Maar ook spelletjes, maar dan moet je wel goed gaan letten op de regels die je doet. Hè? Want je moet alles, of de regels die gelden, want je moet natuurlijk alles schoonmaken. Wat voor spelletjes moet ik dan aan denken? Meestal zijn het toch wel gedachtenspellen. Hè? Dus dat je dus aan een tafel kunt zitten. Er zijn normaal 5 personen gasten aanwezig, plus 1 beroepskrak en 1 vrijwilliger. Hmm. En dan wordt dan een spel gedaan waarin men dus wel aan tafel kan zitten. Een van de gasten die doet heel graag schilderen. Een ontzettend goede schilder is dat. En die gaat dan fijn daar zitten en gaat zitten schilderen. Dus, maar je kunt geen activiteiten doen, tenminste tot heden. Ik hoorde net dat er weer andere regels zijn vanaf de volgende week. Maar in ieder geval tot heden mocht je niet in groepsverbanden iets doen. Dat ging niet. En je moet heel goed letten op de hygiëne. Want ja, goed, net zo goed als jullie hier iedere keer alles schoonmaken. Ja, ook bij deze mensen moet je zorgen dat alles precies weer helemaal schoongemaakt wordt. Doe je kine, ja, mooi, maar dan moet je wel alles. Ja. Ieder fiche en alles, nummertjes moet je weer helemaal gaan schoonmaken. Dat is gewoon zo. Hmm. En ik moet zeggen, ja, met alle respect voor, goed, ik zeg net, we zijn maar met 2 bestuursleden, wij doen ons werk, algemene organisatie, maar het respect naar de coaches en de vrijwilligers, dat is enorm, want dat is, ja, dat kun je gewoon niet beschrijven wat deze mensen allemaal doen, want deze week, nu we begonnen zijn, iedere dag kwam een van de vrijwilligers die niet meededen, die bakte een vlaai of een taart of wafels, en die kwamen iedere dag naar die groep die er zat, dit toch even brengen. Ja, dat is eigenlijk uniek dat mensen zo voor elkaar klaarstaan. Ja. Heel veel respect daarvoor. En de vrijwilligers zou bij jullie ook natuurlijk heel belangrijk zijn, hè? We hebben heel weinig vrijwilligers. Heel weinig vrijwilligers. Ja, allemaal betaald? 3 vrijwilligers die in bestuur zitten. Oké. Okay. En we hebben 1 beroepskracht. Ja. De dorpsondersteuner. Ja. That's it. And that's it. Ik wil er wel even bij zeggen dat de Stichting Bevordering Welzijn Inwonerspanning is breder dan de huishoudelijke hulp. Willen we in ieder geval breder maken. Het is niet zo dat we het alleen willen houden bij die huishoudelijke hulp, maar ook andere groepen die eigenlijk te klein zijn om zelfstandig te zijn, die kunnen onder onze stichting kunnen ze zich aan. Maar waar moet ik dan aan denken? Ja, er zijn groepen die met mensen gaan wandelen, die met mensen gaan zwemmen, die ergens spelletjes doen, maar die heel klein zijn om zelfstandig te blijven functioneren. Die kunnen zich bij onze stichting aansluiten. En daar gaan wij in ieder geval het grote werk voor doen. En dan kunnen zij zich meer beperken tot de mensen een beetje bezighouden. En dan hoeven ze niet de bestuurlijke taken nog allemaal erbij te doen. Dat doen wij dan. Ja. Dus, we zijn echt een stichting in opbouw. Piet, ja, dat zo zien? Ja, maar we hebben een hele grote klus gehad met het opstarten van de huishoudelijke hulp. Ja. Maar nu hebben we meer tijd om ook die andere dingen eronder te zetten. Dus, Allebei bedankt hier voor de komst naar DOC 6. Heel graag. Bijzondere ambiance hier.